twee, één, ja! Oh, oh, oh. Ik hou niet bij, ik uit van mij! Ik denk dat het zo slim is. Oh mijn god, mate. Nice. Hij ligt bijna tegen het gebouw aan. Yep. Wat zijn we verdomme aan het doen hier zo? Anderhalf meter! Oh. Knol power! Hallo? Ah! Oh, fuck! Holy shit! Nee! Waar stond jij? Mooi dit! Oh, dit was mooi! Oh mijn god, ik had jou goed te pakken! Ik had jou zo goed te pakken! Hij zei tegen mij, wil je de vlogcamera halen? Ik zei, ja, moet ik alvast filmen als ik binnenkom? Hij zei, ja, doe maar. En het leek echt alsof hij verstopt was onder de kussen, onder de deken. Ja, dat was ook de bedoeling. Ik heb de kussens had ik hier neergelegd, want ik dacht... Ik ga daaronder liggen en toen dacht ik ineens van, ik ga kussens eronder stoppen. Zelf ga ik dan hier achter de deur. Dus jij drukte echt die deur zo tegen me aan, omdat hier best wel wat hangt. Dus jij drukte, ik zat er zo... En toen zo... Oh, die was perfect. Oh, dat was echt geniaal. Dit was echt geniaal. En dames en heren, om de dag goed te beginnen, wil ik even een legendarische... flipcheck gooien in mijn eigen slaapkamer. Want ik heb dat al een keer eerder gedaan. Al twee keer eerder. Dus het moet me lukken met de juiste energie en inzet. Maar daarvoor wil ik ook eventjes hulp hebben van... Mees! Nee. Lars! Ah! Hey. Heb je hulp nodig? Ja. Wow, jouw haren! Oh ja. Hey. Lekker man. Ja, gisteren is Kapster Marion bezig geweest. En wij hebben allemaal een fresh coupe gekregen van Myron. Mijn haar is geknipt, die van Mees ook. En die van Lars. En daarbij ook meteen geverfd. Ja. Het was eerst pisgeel. Het was eerst pisgeel, ja. Maar nu is het uiteindelijk een soort... Turquoise? Groen. Ja. Ken je die superheld Green Lantern of zo? Ja, die ben ik. Daar lijkt het. Ja, die ben ik, ja. Oké, okay. Mees, flipcheck. 5, 4, 3. Oh, hij gooit even een sideflip. Hé, hey. Lars, flipcheck. 5, 4, 3. Oei. Oh, lekker hoor. Ja, nu blijft er nog maar eentje over, hè? Nou, en zo. Flipcheck. Nu blijft er maar eentje over. 5, 4, 3, 2, 1. Zo, gast. Lekker. Oh. Niet normaal. Niet normaal. Echt super sick. Die was echt sick. Oh yes. Oh yes. Ah. Oh. Wat doet zij? Wat doet zij? Wat doe jij? Dat is wel leuk. Als ik zo in de kamer kom rennen zo. Arnhem! Ah, je moet niet op mijn borst. Je moet op mijn buik. Ja, ja, ja. Gast, bijna met je hoofd. Oh, ik sprong bijna volledig in de muur gewoon. Gast, ja, dat was zo. Oei, Myron! Myron! Oké, nice. Nu ik. We gaan... Oké. Okay. Kun je dit ook zo? Oh, ik had hem bijna, hè? Ja. En je moet eigenlijk een backflip op je bed doen, zo op je buik landen en dan zo die deken zo over je heen. Ja, maar dat kan ik nog niet. Maar ik snap wat je bedoelt, dat is geniaal, dat is dit. Oh, ik stond er wel even op. Dan kun je hem harder, kom maar. En zo! Bijna al, hè? Bijna al. Ook handen vasthouden, ja? Ja. Nee, dat mag niet. Je moest lachen! Ik had hem! Jij moest lachen! Ik had hem! I believe I can fly! Je bent een beetje Patrick de Zeester dan. I believe I can fly. Dat is niet goed, hè? I believe I can touch your... Als ik nu mijn handen loslaat, val ik naar voren. Nee, hoor.
wel echt goed uit, hoor. Ja, sick, hè? Nog één keer, kom op. Come on, my man! Focus! Met wat zonder handen? Met! Met! Hoe smeer je broodje met zonder handen? Met! Okay. Met handen, my man! Oké, laten we ontbijten. We gaan weer stel naar de woonkamer. Dat kan ik gewoon, hè? Oké, is goed. We mogen hier niet meer uit. Zei het. Ze laten ons nu schrikken worden. Boeien. Boe. Ja, ik wist het. Hey! Wat zeg je dat? Ah nee, dat is bij een hond. Een bord. Oh ja, op de billen slaan. Au! Au! Wil je echt paardje rijden? Ja. Oké. Wacht even dan. Ik moet me beter vasthouden, zeker? Nee, ik moet even van me afgaan. A few moments later. Nu kan je paard rijden. Hop, hop, hallo. Ja, ik ben lekker zacht. Er wordt veel geborsteld door mijn baardje. Hey, niet stijgeren. Echt lekker zacht pakken. Ja, ik weet het. Oh, dat vind ik lekker daar gehaaid worden. Die voet had ik nog niet eens gezien. Ja, welke paarden heeft nou zulke voeten dan? Dat zijn geen paardenvoeten. Nee, maar het is wel een paardenwansie die ik heb besteld. Het is wel lekker zacht. Een beetje, ook een beetje klein volgens mij. Ja, het stond erg. Maar joh, ik las allemaal klachten op internet over dit pak. Ja, het gaat snel kapot, maat is niet goed. Dus zie je maar weer, hè. Het is een beetje klein, dat was gewoon hel. Hij las allemaal klachten, maar... Ik bestelde hem wel. Best goede koop. Er zit ook een rits of zo daar aan de achterkant. Ja? Ja. Gaat dat fris? Nee. Kan ik schijten? Ik denk echt. Anders kan je niet schijten met een wandje aan. Dit is echt handig hoor. Een poepzak. Handig. Ja. Je doet gewoon een luier aan. Nee, mees. Nee. Zit je dan met een luier in je wandje? Te poepen. Wat ben je aan het doen? En ze hebben poepen. Zie je dat daar zijn hoofd zo? Nee, je ziet altijd als de mensen moeten poepen met de lui aan. Dat zie je altijd. Ziet er zo altijd uit? Ik poep altijd zo. Ja, klaar. Dat ging snel. Ja. Maar wat vinden jullie ervan verder? Ja, mooi. Ik, ja. Wel beter, hè? Wel beter. Ik weet niet, het is opvallend weinig een paard. Dat moet ik wel zeggen. Ja, klopt. Het is echt... Alleen als ik zo doe. Nou, de voorkant lijkt ook meer op een soort van ezel dan een paard. Ja, klopt. Is het niet een ezelwansie? Nee, het was echt een stond op paard. Horse, yes? Ja, horse, yes. Oké, okay, nice. Ja, stond er. Maar goed, een paard. We gaan lekker ontbijten, mensen. Ontzettend veel zin in. Ik zie dat Nicole... Nou. Wat? Nee, hij gaat nu ook al jouw naam veranderen. Nee, dat doet hij ook bij mij. Nee, jij wordt nu Ja, jij heet Myron. Nee, maar dat is echt zo. Even serieus. Nee, zeg maar even tegen de kijkers dat je echt Myron heet. Nee, ik heet niet Myron. Jij heet ook geen Peter. Wie is Peter? Jij. Nou, maar Mees die noemt jou Myron. Ja, Myron. Ja, en ik noem je Myron. Lars de enige die je... Af en toe nog Myron doet. Nee, maar dat mag niet meer horen. Nee, Myron. Dat wordt Myron. Nee, van wie mag dat niet dan? Heeft Enzo dat gezegd? Kan ik niet zeggen. Ja, jij bent een klootzak, hoor. Je bent zelf klootzak, gek. Oké, okay, Nicole, wat heb je gemaakt? Nou, ik ben bezig met sinaasappelsap en een broodje liggen in de oven. Oh, lekker hoor. Daar heb ik zin in. Vitamintjes, mensen. En we hebben keizerbroodjes. Heel erg lekker. Lekker, lekker, lekker. Dus we hebben een goed begin van de dag. Gast. Het raam zit dicht.
Je moet even beseffen dat er allemaal mensen buiten langs rijden en die dit zien. Ik kan niet helemaal niet met dit gaan. Het lijkt echt zo'n Spider-Man. Hey Spider-Man! Het raam is dicht. Nu hè? Laten hem daar gewoon. Hoe lang? Hoe vaak hij mij heeft gepijnigd. Ja, best wel erg gepijnigd. Hey paatje! Hey langs. Hoe is het hier? Hey, ja, gaat lekker. Ik dacht ik wil even lekker buiten luchten. Oh, hallo. Ik zag die mensen niet. Ja. Ja, het is quarantaine. Dat doet wat met je. Er zit ook gewoon niemand in die bus, hè? Gewoon niemand. Dat is goed. Zoveel mogelijk binnen blijven. Ja. Maar het is wel lekker weer, dus ik wil toch een beetje... Ja, dit zijn ook vitamines. Ja, je kan best hier al buiten staan zo, hoor. Ja. Hey, lekker in het zonnetje. Ik bedoel, ik heb geen balkon, dus dan maar even zo hangen, hè. Maar hoe ben je nu van plan binnen te komen? Ja, hier red ik het net niet. Nee, dat ga je dood. Als je hier naar beneden valt, heb je een klein probleempje. Ja. Dus ik denk... dat jullie gewoon draad over moeten doen. Ik zou even overleggen. Ja. Ik zou even overleggen. Jongens. Is het dan weer tijd om Enzo binnen te laten? Nee. Ik heb even een gesprek gehad met mijn bovenbuurvrouw. Ja? Ja. Ze stond voor het raam. Nee, ja, ik hou me vast, maar ik zit nergens aan vast. Ja, ik doe wel voorzichtig hoor. Zeker. Zo laat vallen zo. Gaan ze dat anders echt niet zo. Airbags. Dit is echt erg. Dit is echt erg. Ik heb een gesprek gehad met de overburen. Ik heb een gesprek gehad met de bovenbuurvrouw. Hey, best wel gezellig buiten. Ja, vaker doen. Ze spreken nog eens mensen die je normaal gesproken niet spreekt. Nou, dat is echt even gezellig, serieus. Ik ga even handen wassen en dan gaan we eten. Oeh, wat lekker karnemelk. Ik snap echt niet dat je dat kan drinken. Ik snap echt niet dat jij je haar blauw hebt. Er was gisteren ook een reactie. Oh. Ik heb echt het gevoel dat het meest gepest wordt. Ja, dat vind ik niet leuk. Meest, hoe voel je daarbij? 80 likes, hè? Echt? Ja. Nice. Nee, hoe voel je erbij? Nou, ik voel me niet gepest, hoor. Oké. Zijn we zo'n vrienden? Sowieso. Met wie ben je beste vrienden hier in het huis? Nicole. Wow. Oh, dat is echt lief. Ja. Wat doe jij met hem? Wij kunnen goed praten. Ja, ja. Praten, hoor mee. Zijn dat nou echt lastig? Dat is jouw vriendin, hè? Moet je dat uitvormen? Let op. Maar wij zijn ook beste vrienden, hè? Wij zijn zeker beste vrienden. Inkie, je ring! Oh, we zijn beste vrienden. Kijk, ik heb hier precies een wondje. Oh, nee, we doen weer beter. Auw, alweer! Nee, ik wil niet meer pinkie. Oké. Okay. Inkie, pinkie, rood, weer blauw. Inkie, pinkie, blauw. Yes! Oh, we zijn beste vrienden! Lees, lees. Wow, dat is een remix tussen Lars en Mees. Lees. Lars, wil jij mij eens filmen? Want ik ga jullie iets laten zien. Dit is sick. Dit is echt sick. Let op, ja? Kijk, komt-ie aan. Ik mag één ding zeggen, eventjes tussendoor. Je vraagt mij elke keer om te filmen als je de meest aparte dingen ooit gaat doen. Ik moet echt heel erg concentreren die camera... ergens op te richten, want ik pis echt in mijn broek. Serieus. Je moet echt die camera met twee handen vasthouden, want jij filmt altijd zo en dan gebeurt er van alles om je heen en dan zit jij nog steeds zo rechtuit. Ja, hallo gast, wat zit je hier te doen? Omdat ik hier aan het lachen ben. Oké, kijk, dit is een goed eitje. Heb je lekker gekookt, Marvin? Yes. Kijk, aangezien deze heel is... Komt-ie, ja? Ga je het weer doen? Oh, nee, maar deze keer... Oh, dat ga ik doen, ik weet het. Let op. Ja, hij is goed. Oké, komt ja. Let op. Dit is mijn specialiteit. En de mensen die de vlogs al langer kennen, die weten dat. Je snapt het idee, ik ben... Oh, nice. Nee, hoe werkt het? Je snapt het idee, dit is mijn specialiteit.
Super nice. We zijn best vrienden. Wat een combinatie, mensen. Een lekker keizerbroodje met chocopasta en halfvolle melk in een knolpauwermok. Oh, wat lekker. En dit is trouwens echt een oude knolpauwermok. Maar hey, kwaliteit hè. Wat een beest. Al zo vaak in de vaat was geweest, nog helemaal netjes. Dus als jij een mok wil, dan kan je checken op knolpauw.nl. En er staan nieuwe. Dit is dus, zoals ik al zei, een hele oude. Maar er staan nieuwe. Die zijn ook heel erg vet. Ik ga niet zeggen dat het extra lekker drinkt of zo. Het drinkt gewoon als elke andere mok. Maar hey, staat wel KP op. Proost. Proost, maat. Zie je hoe goede kwaliteit? Was een harde proost. En is gewoon nog heel. Nu zit wat karnemelk in jou. Echt, het was zo'n stukje of ik had alles uitgespuugd. Ik verslikte me bijna. Had helemaal geen karma. Wat is er aan de hand hier? We gaan beginnen. We gaan beginnen. Een paar minuten met de Enzo Olympics. Yes. Oké, Nicole en ik hebben dus een nieuw spel bedacht. En het heet de Enzo Olympics. Hebben we niet zelf bedacht. Een van de fans had het opgestuurd. Dankjewel. Dus dit gaan we uitvoeren. We hebben overal wat dingen klaarstaan. Dus ik ga even die jongens halen. Mees is er al. Hey, daar is een kandidaat. What up? Kandidaat blauw. Je raadt van... Loop maar verder. Loop maar verder. Ik weet niet welke kleur ik ben. Blauw, blauw. Kandidaat rood. Hallo. Bent u klaar voor de Enzo Olympics? Nou, eigenlijk niet. Ik moet ten eerste heel erg nodig poepen. En ten tweede, ik moet me nog even omkleden tot het rode. Wat is dit nou weer voor voorbereiding dan? Denk je dat de sporters bij de Olympische Spelen ook zo'n voorbereiding hebben? Wat, nog even poepen voordat je op moet? Ja. Ja, waarom niet? Als je moet, dan moet je toch. En je hebt je outfit nog niet eens aan. Nee, ik zit nog in mijn paardenrol. Maar de Olympics gaan beginnen, hè? De Olympische beginnen ook gewoon zonder jou. Moet ik zoveel rollen aannemen? Weet je hoe moeilijk dat is? Ik ga even mijn stroom smijten. Oké, daar ga ik. Ik heb mijn outfitje bij me. Mijn telefoon neem ik niet mee trouwens. Want als ik mijn telefoon meeneem bij een grote boodschap, dan wordt het echt 30 minuten uitgesteld. Dan zit ik alleen maar op mijn telefoon en heb ik rode knieën van mijn ellebogen die erop leunen. Dus ik ga even mijn ding doen en dan kleed ik me meteen om. Tot zo. A few moments later. Wow! Team Rood is er helemaal klaar voor. Laten we eens even kijken. Hey! Bent u er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Meer dan klaar. Het gaat gebeuren. De Enzo Olympics! Woehoe! Doe een blauw duimpje omhoog als je er zin in hebt. En als je meer van dit soort gekke vlogs wil zien. Ik zie hier al hele toffe elementen in huis. We hebben groen, dat is Mees. We hebben blauw, dat is... Pas iets meer groen zo. Hè? Ja, we hebben blauw, dat is Lars. En we hebben knolpauwrood, dat ben ik. Ik zie hier drie sokken, ik zie hier nog wat elementen. En hier dus prachtig gemaakt door... Enzo Olympics! Oké, ik denk dat ik gewoon hier ga staan en dat we gewoon aandachtig gaan luisteren naar de twee dames die dit allemaal hebben georganiseerd. Oké, allereerst, ik wil u voorstellen aan het jurylid, Nicole. Wauw! Ah, zo gaan we doen, hè? Zo gaan we doen. En ik ben de spelleider, dus ik ga alle spelletjes aan jullie uitleggen. Oké, nice. En mijn naam is Miron. Oh, Myron. Oh. Dus je hebt zeg maar een eileider en je hebt de spelleider. Dat ben jij dan. Ja, precies. Nou, top. Hey, ik snap hem, hè? Jij verdient geen puntjes. Ah, kom op, man. Ja, ik verdien ook geen puntjes, dus. Oké, maar kom even hier. Hier is het scorebord. Zoals het scorebord. Staat er nu nog niks. Helemaal niks. Alleen de spellen die we gaan spelen, ja? We beginnen met hoogspringen. Daar ga ik de stoel even voor aan de kant zetten. Oh mijn god, hoogspringen. Hé, hey, jongens, waar we om strijden? Waar we om strijden ligt hier op tafel. Zo! Dat meen je niet. Wauw, de Enzo Olympics 2020. Kan je opspelden. Een speld achterop, dat meen je niet. Wauw, goud, zilver en brons. Nou, dit willen we natuurlijk winnen, hè? Ja, dit, maar het is wel een beetje gevaarlijk op sokken. Maar dit willen we niet winnen. Ik ga gewoon winnen. Jij gaat winnen? Schat jij je kans hoog in, Lars? Hij is heel mans. Ja? Heel mans. Ja, hè? Ik
Ja, ik ga niet mans doen. Nee, ik ook niet. Hoe is het zelfvertrouwen heet dat? Mans, ik ben gewoon... Ik vertrouw in mezelf. Je kan het gewoon... Poep, poep. Nee, hij zei, ik ga winnen. Dat is iets zelfvertrouwen. Dat is iets heel anders. Ik ga gewoon die volle 100% geven. Dat moet je doen. 100%. Juist. Ik ga die volle 110% geven. Poep, poep, paat, jongen. Ik 110%. Maar hoe ga je winnen? Wat is de puntenverdeling, jury? Per onderdeel wordt er iemand eerste, tweede en derde. De eerste krijgt 10 punten, de tweede krijgt 6 punten en de derde krijgt 3 punten omdat we meedoen belangrijker vinden dan winnen. En dan wordt het nog een beetje spannend. Oké. Okay. Dus wie gaat er 16 punten halen voor deze ronde? Oeh, eerste ronde. Oké, wat moeten we doen? Hoog springen. Oh, wat? Kunnen we daar niet beter onze sokken voor halen? Oh mijn god. Nee, op de sokken. Oh, nee. Extra spannend. Okay. Het moet op de sokken. Wie gaat als eerste dan? Oké, we gaan om de 10 centimeter. We beginnen bij 50. Als je hem aanraakt, ben je af, maar je hebt 2 kansen. Maar dat is per ronde, hè? Dat is niet per ding. Oké, gaat het goed? Woo! Aha! Yes! 60 centimeter, kom op, Mees. Dit is no look. Oh! Woo! 70 centimeter! Yes! Oh, Lars! Ja, Mees kan echt hoog springen. Ja, maar jij hebt lange stelte. Ja, daarom juist. Die moet ik ook omhoog trekken. Ja, dat werkt in je nadeel. Dit is 1 meter. Echt hoog. Daar kom ik. 1 meter. Oh, ik had verwacht. Hij raakte hem niet. Jawel. Wat doe je? Je laat hem los. Je laat los. Hij raakte hem. Volgens mij raakte hem. Jawel, kijk maar terug. Oké, terugkijken. Dat is de jury. Video! Zij video, was de jury volgens video, mij. Nee, ik ben het mee eens. Zij is de jury, dus we doen niet aan beeldmateriaal terugkijken. Ja, maar als niet... Nee, maar dan kan ik komen, omdat ik het niet goed heb gezien. Shit. Nee, ik doe het wel opnieuw en als ik het dan haal, dan is er niks om je zorgen over te maken. Ja. Je raakt me toch? Je alweer? Ja. Ik zie het niet. Ik zag het ook niet. Ik vind ook, als je hem zeg maar raakt, is het niet heel erg. Maar als je echt zeg maar dit doet... Oké, okay, dus je mag hem half aanraken. Twijfel. Ik heb het gehaald. Omdat je een barbaarlijk jury dit hebt, het is oké. Okay. Ja, je raakt hem! Oeh, nu wordt het spannend. Waarom ben ik als eerst? 110 centimeter. 110, 120. Geen enkel probleem. Oké, okay, dan kom ik. Geen grote aanlopen. Nee. Je mag gewoon zo en dan... Ja, ik heb je dak, hè. Oh, oh mijn god! Ik heb ook een ja, ben het plafond ook nog. Dat gaat nooit goed komen. Jawel, joh. Is dit 110? Ja. Dat is hoog, hoor. Ja, dit is hoog, 110. Ja, dat is wel raak. Ja, dat was raak. Maar je hebt nog een kans. Kom op! Oké, lekker onnodig geen energie verspillen. Nee, helemaal niet. Dat heet boosten. Hypen, Mees! Hypen! Let's go! Wacht! Ja. Even die beentjes wakker maken. Die kon naar beneden. Boom! Oh wacht, we zijn tegenstanders. Yes! Maar wel nice. Ik sta aan de overkant, dus stil. Hey, je moet iets hoger opeens. Wow, die Mees doet dat echt netjes. Wow! Ja, we gaan naar 1,20 meter, mensen. Wow, dit is heftig. Oh mijn god, 1,20 meter, dat is knijters hoog, hè? Ja, dat... Jij hebt nog een kans. Ja, nee. Ah, shit! Dat is jammer. Shit! Dat is jammer. Wel goed gedaan. Yes, ja, hé? Lekker. Beter. 120. Nee. Ik ben nog niet derde. Nee. Zij moet ook nog. 1 meter 20 is hoog. Is serieus hoog om overheen te gaan. Maar goed. We gaan kijken. Wow! Het is een Nia Turtle. Oh. What? What? Jij doet zijn benen zo schoon. Ja, je doet zo aan het skateboard. Op hoeveel zitten we nu? 130 centimeter. 130. Nou, Mees? Ik ga al een beetje zenuwachtig. Oh. Net niet gehaald. Ik heb nog een kans. Oh, ja. Dit is echt hoog, hoor. Ja, dit is echt. Oh. Deze blijft erachter hangen, anders heb ik hem. Maar het is, dat kan ik net niet. Dus dan is Mees gestrand op 1 meter 20. Ja. Oh, dat zo, echt bij lange na niet. Ik was wel dichterbij. Ja, jij was veel dichterbij. Jij ging gewoon met je knieën erin.
Kom op, Bas. Ah, dat kan niet. Nee, dit is onmogelijk. Jij bent je energie kwijt. 125. Wat gaat er nu gebeuren? Want ik was al af bij 1,10 meter. Maar ze redden het allebei niet op 1,30 meter. Dus wat gaan we nu doen als ze het allebei niet redden? Terug naar 125. We zakken 5 centimeter. Wie dit haalt... Ja. Ja. Wow! Hoezo halen jullie dit dan in één keer weer wel? Ja, weet ik niet. Ja, en nu? Want als jullie 5 centimeter omhoog gaan, dan halen ze het niet. 1,27,5. 1,27,5? Ja. Nee, de kansen zijn voorbij. Het is nu gewoon af is af. Af is af? Ja. Jeetje, wat ben je streng. Ja, anders schiet het niet op. Nee, dat is waar. Wow. Let's go. Sick. Rennen doorheen alsof je hebt gewonnen. Lekker gas. Ja, dit is kut. Hè? Ja, maar daar gaat het niet om, toch? Jij raakte hem wel aan waardoor de touw heen en weer ging, maar ja. Dan gaan we nu weer 130. Ja, is goed. Ja? We hebben geen goede regels, maar we doen maar wat. Oh mijn god, ze gaan weer terug naar 130. Hoe? Oké. Dit is maar zo'n klein stukje, hè? Af nu hoog. Kom op, Mees. Maak er een einde aan. Wat doe je? Ja, dat was je kampioen. Ja, dat was die meisjesjongen. Ja, maar kijk, ik raak hem ook aan met mijn knie van tevoren. Ja, maar ik heb toch geen kampioen. Jij hebt niet de kampioen. Ja, als was ik er perfect overheen. Jij was er overheen. Want ik pakte hem zo. Ja, je was er overheen. Dus stelt hij mee? Ja, hij was goed. Huh? Raakte je hand aan het plafond? Ah! Oh, ik heb hem al meegesprongen en ik raakte hem niet aan. Wat? Ja, je raakte hem met je billetjes nog aan. Ja, we behandelen op het plafond. Ja, wat gebeurt? Dit is raar! Hoe kan... Dit is raar! Maar Lars, tijdens het springen kwam zijn hand tegen het plafond. Kom op, Mees. Kom op, Mees. Ik aan met alleen je grote teen bij je af. Ook mijn capuchon dus? Ja, ik zou je shirt uittrekken. Huh, waar is Team Groen? Dit is Team Groen. 1 centimeter omhoog. Ja, aanraak is af. Ook is die grote teen. Oh. Dat was echt een hele grote teen. Dat was een hele grote. Dan ben je af nu. Ja, maar als Lars hem niet haalt, dan is het gewoon gelijk. Dan is het gewoon gelijkspel. Ja! Ik ben nu bang voor het plafond. Dus dat gaat ook niet voor. Maar wat gaat er nu gebeuren? Want ze hebben allebei dan... Nou, jij hebt sowieso maar 3 punten. Wat? Hoezo? Dat was de laatste. We hebben er allebei 8. Ja, en zij dan? Alle 8. Ja. Hebben ze allebei 8 punten? Oké, okay. Nou, was een rare eerste ronde al van de Enzo Olympics. En we moeten nog tot spel 11. Ja, dit was pas het eerste spelletje. Dus ga lekker voor zitten, pak limonade, pak lekker chippy. Wat is de tweede? Spel nummer 2. Schieten. Op de bekertjes. Nice. Vanaf hier. En we willen eigenlijk wel dat je hier zo gaat zitten. Ja. En dan de gun hier zo op hebt en dan gaat schieten. Oké, dus we moeten vanaf daar schieten op deze bekertjes. Ja, en hoeveel keer mag je schieten? Er zitten 3 balletjes in. Dus jullie schieten allemaal 3 keer. Het gaat erom dat de bekertjes van de tafel af zijn. Als er nog bekertjes op tafel liggen, die gaan we tellen. En dan wie het best heeft gedaan... Die heeft gewonnen. Okay. We hebben 1 ronde, dus 3 balletjes en zoveel mogelijk ervan afschieten. Oké. Okay. En als jullie ze allemaal afschieten, dan maken we het moeilijker. Team Blauw die gaat beginnen. Oké, nu heb ik een vraagje. Ja, wat zeg je, Nicole? Want dit telt niet, moet er af. Ze moeten er af, dus deze tellen ook allemaal strafpunten. Ja. Nou, niet strafpunten, gewoon geen punten. Oh. Kut! 7 punten. 7 punten? 7 heeft. 7. Toch 7 punten, hè? Is beter. Daar gaat Mees, dames en heren. Oeh, dat is weer een puntje erbij. Ik zag die 2 daar staan. Ik dacht, die ga ik gewoon raken. Hoeveel heeft Mees er? Oei. 7? Ja. Oh. Oei. Dan moet ik er nu 8 van de tafel schieten. Oeh, dat waren er veel. Dat waren er veel. Ja. Dit wordt een puntje voor Enzo, denk ik. Dit is wel een heel spannend
spannend. Ja, deze is spannend, ja. Want ik denk dat jij er nu... Of je hebt er al 8, of je hebt er 7. Oh, oh. Het balletje komt terug. Ja. Maar hoeveel heb ik op de grond liggen? Wat denk je? 7. Ik heb ook 7. Wow, opnieuw! Maar nu heb ik er nog één onder. Heb je die wel meegeteld? Nee, ik vroeg dat net aan jullie. Oh mijn god, dan heb ik gewoon gewonnen. Er ligt hier nog eentje onder, dus heb ik al 8. Nou, Enzo heeft sowieso 10 punten. Wow, team rood, let's go! En Mees en Lars waren gelijk. Dat betekent dat ze allebei 4 punten hebben gescoord. We lopen dus een punt mis. Ja, want ik ben de jury en ik bepaal het. Oh! Volgende onderdeel. Volgende onderdeel, ik ben er klaar voor. Yes, ik heb weer motivatie! Touw trekken. Touw trekken? We gaan dat touw kapot trekken. Oh mijn god, dat meen je niet. We starten op het midden van het tapijt. En de bedoeling is dat de sok bij die kant of bij deze kant over het tapijt heen komt. Let op, ik doe het voor samen met Enzo. En zo pakt het touw. De sok zit in het midden. Jury bepaalt of die in het midden zit, ja of nee. Zet je die kant op? Ja. Je mag hem zo een beetje om je hand heen draaien, als je wil. Maar je mag het ook niet doen. Je mag kiezen. Dan is het 3, 2, 1. En trekken. En de sok gaat naar binnen. Aan deze kant, over het tapijt. Of aan die kant, over het tapijt. Mees en Enzo mogen beginnen. Oh, tegen elkaar. Kom op, man. Kom maar, Mees. Let's go! Enzo, tegen Mees. Geef elkaar nog even de hand. Zet hem op, hè. Zet hem op, hè. Zet hem op. 3, 2, 1, ja! Oh, oh. Hou die bij, ik uit van mij. Ik heb een stukje afgerond. Oh, oh. Ik ga wel even kapot. Ik ben wel een beetje bang. Kom op! Ik sla je echt mijn hand open. Ja. Yes! Wow! En zo is de winnaar! Dat had ik ook niet anders verwacht hoor, maar... Gast, ik dacht echt, was echt bang dat je losschoot en door het raam heen vloog. Oké, de volgende battle. Enzo, team rood, tegen Lars, team blauw. Hey, je hebt haar matcht goed bij je kleur team. Ja, nu wel. Net was een beetje groen. 2, 1, go! Had je 2 bellen, Enzo? Ja, Lars. Hij kan niet bellen. Dat kleed is echt beschoven. Het kleed is wel inderdaad heel stuk. Ja, nu heb ik hem wel toch al open. Nee, hij is nog niet open. Maar nu mijn wel. Kleed is die kant op geschoven, hè? Mag je ook? Ja, wel. Wat vindt de jury ervan? Wel pijn. Het doet zeker pijn, mijn hele handen. Voor de safety van de handen heeft Enzo gewonnen. Team rood! Woo! Team groen. Mees tegen team blauw. Lars. 3, 2, 1. Start! Lars! Hou trekken, jongen! Trekken, ik haal alleen stand, kom! Ja, gast, ik kan met één hand, mijn andere hand is echt gebroken. Lars heeft gewonnen! Ja, ik kan jullie vertellen, mensen, dat het wel pijn doet aan je handen. Gewoon. Ja. Dus het is maar goed dat touw trekken erop zit. Ik ben benieuwd naar de volgende onderdelen. Zullen we eerst de punten even doen? Zeker. Laatste is geworden, helaas, met 3 punten. Mees. Lars, tweede, met 6 punten. En Enzo heeft alweer 10 punten. Wow! Power rood! Volgende onderdeel. De eierenrace. Eierenrace? Wat is dat? De eierenrace. Oh, ik ben benieuwd. Eieren, ik ben gek op eieren, dat weten jullie. Eieren. Ik kan jongleren met eieren, ik kan uit mijn mond spugen met eieren, maar ik ben bang dat die twee het niet zijn. Eieren gooien. Ik kan alleen geen eieren gooien, die mis ik. Maar volgens mij hoeven we ook niet te gooien. Wat moeten we doen? Je moet het uitje in je mond doen. Ja. Dan gaan we hier overheen. Dus over de bank. En de eiertjes zijn niet gekookt? Nee. Oh my god, dat is jouw bed, hè? We lopen dus over jouw bed heen met een ei dat niet gekookt is. Oké, je gaat dus hier overheen, dit, en dan loop je zo. En dan ga je hier overheen.
En dan ga je terug. Ga je terug? En dan ga je hierheen en dan geef je hem aan Nicole. Dan mag maar gewoon, tik maar gewoon mijn schouder aan. Oké. Dus gewoon zo. Ja, en degene die de snelste tijd heeft, die heeft gewonnen. En als je hem laat vallen, dan ben je sowieso gewoon af. Oké, top. Wie moet er beginnen? Mees. Mees moet beginnen. Zet hem op, Mees! Dames en heren, ronde 4 van de Knollympics. Enzo-lympics. Oh ja, Enzo-lympics. Ja, sorry. Ben je er klaar voor? Nee. In 3, 2, 1. Volgens mij is het moeilijker dan je denkt. Oh. Oeh, Mees gaat er wel voor. Oeh. Kijk hem lopen. Netjes hoor. Dit doet hij heel netjes. En dan nu Nicole aantikken. Tik. Foei, oei, oei, oei. Wordt opgeschreven door de jury. Yes, de volgende is Lars. Lars! Kom maar. Een nieuwe lepel. Kies een mooi ei. Kies een mooi ei. Je mag een nieuwe lepel, kies een mooi ei. In 3, 2, 1. Daar gaat hij. Oh, wat een souplesse. Kijk dat. Stap gewoon over die bank. Oei, 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 oei. Dat is 100% sneller, hè? Nou, oei. Gewoon. Dat probeerde ik ook, maar dat is niet chill, hoor. Stefan, hij valt me. Oh. Okay. Ja. Heel eerlijk gezegd vind ik niet dat dat mag. Nee, je moet je maar wel gewoon. Nee, dat je hem helemaal zo in je mond doet. Ja, sowieso niet. Oké, ben ik klaar voor? 3, 2, 1. Wat is het? En bij iedereen heb ik het in beeld laten zien. Oeh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Oké. Hij was snel voor mijn gevoel, hij was rete snel. Op de derde plaats is geëindigd met 22 seconden en 13 honderdste, Mr. Meat. Lekker hoor, meis, 3 puntjes. Met een verschil van ongeveer 3 seconden heeft gewonnen. Was ik zo snel met het ei? Jij bent echt keisnel. Zo! Snap je? Lekker! Keisnel. Ik snap hem. Hey, let's go! Oei, oei, oei! Dat brengt me mooie puntjes, dames en heren. Maar we gaan door naar de volgende ronde. We gaan door naar basketbal! Yeah! En dat is hier. We hebben een mooi basketbalveld aanwezig in dit huis. Bijna al deze spelletjes die we hier doen, die kun je ook thuis doen. En deze is wel iets moeilijker om thuis te doen, omdat de meeste mensen dit niet thuis hebben. Maar je kan ook een balletje, een willekeurig balletje en een emmer bijvoorbeeld doen. En dan kan je ook basketbal spelen. Dus dit zijn ook meteen hele leuke opdrachten die je thuis kan doen om bijvoorbeeld je eigen Olympics te maken. En wij hebben hier dus de Enzo-Olympics. Oké, wat moeten we hier doen? Nou, jullie hebben 10 schoten. En wie de meeste in de basket heeft, heeft gewonnen. Oeh, dat meen je niet. Ja. Serieus? Zal ik het één keer voor doen? Ja, doe maar even. Oh, wacht. Oh, top. Ja, ik dacht in mijn naam hangen. Wow, dat is echt wel moeilijk. Ik had hem net ja, wel. Ja, hij is net. Oei, oei, oei. Oh, dat was hem, hè? Dat was bij de 4e keer. Ja, dus jullie hebben 10 keer de kans. Oef! Dat was tegen de lens. Verdomme! Bij de 4e keer lukt het jou ook, hè, Mar? Mm-hmm. Oei! Maar mij niet, verdomme. Hij wil gewoon niet in. Hij wilde verdomme niet in, die bal. Die had 7 schot, of niet? Ja. Het zou echt lullig zijn als je gewoon 0 schoten. Ja, ik weet het niet, hoor. Hoeveel kansen heeft hij nog? Nog 1. 2. Oh, die was bijna. Last chance. Het gaat gewoon niet lukken. Oh. 1. Yes! Eentje erin. Het zou lullig zijn als ik er geen 1 had. Maar ik heb er in ieder geval 1. Ik ben zo benieuwd hoe jullie dit gaan doen. Dit is echt moeilijk. Wie is de volgende? Mies. Kom op, Mees. Oh. Ontvangen. Nee, ik wou deze even stil hangen. Oei. Nee. Gaat ze 1 in? In de eerste 3. Dus nummer
Oei. Oei. De laatste. Gelijk. Zo. Ook maar eentje. Moeilijker dan je denkt hoor, moeilijker dan je denkt. Oh. Eerste schot al bijna raak. Kut. Focus. Oei. Nog eentje. Eentje raken. Yeah. Oh. Wat? Iedereen heeft het laatste schot gescoord. Nee, Mees had eerder. Oh, je had het derde al? Oh, wij hebben het laatste schot. Ja. Maar okay. Wat nu? Nu gaat iedereen op zijn beurt, dus gewoon 1-1-1 en dan... Komen dan ik als eerst, denk ik. Ik heb hem erin. Als het moet, dan doe ik het. Ja, dit is typisch weer, hè. Boom! Oké. De druk ligt hoog. Basketballer Lars. Kobe. Kut! Yes! Woo! Ja. Jury, wil je nu nog door Mees en Lars? Ja, tussen 2 en 3 al. Ja. Tussen 2 en 3, dat vind ik leuk. Als ik hem er nu in heb, hè, dan is het klaar. Ja. Ja. Kut, soepies! Nee! Jij doet elke keer te hard. Hij gaat perfect. Hard. Goh, ik doe het te zacht, hè, omdat ik bossy ben. Floep. Oh! Oh! Ja! Mees heeft hem, Mees heeft hem. Nu, als Lars hem nu niet heeft... Lars, kom op, hè. Kom op. Mees is tweede! Oh mijn god. Het is niet zo spannend zo, hè? Je moet het wel even spannend maken. Ja, we hebben nu de vliegwedstrijd, zie ik. Geen idee wat dat betekent. Ja, jullie mogen met mij meekomen. Nou, dat doen we. Oké, de regels. Iedereen heeft zijn eigen kleur papier. Daar vouwen jullie binnen 1,5 minuut, vouwen jullie daar 3 vliegtuigjes mee. Ja. Die vliegtuigjes mogen jullie vanaf het raam naar buiten gooien. En wie het verst heeft gegooid naar buiten, heeft gewonnen. En we ruimen de vliegtuigjes weer op. Ja, natuurlijk. Dat gaan we meteen doen daarna. Zeker weten, want jullie hebben gezien hoe goed ik kan klimmen. Dus ik kan zo op, uit het raam klimmen, pak ik ze en we naar binnen. Hoppa. Hoppa. Ga je doen ook dan, hè? Ja, zeker. En als je doorfout nadat de timer is gegaan, dan ben je gewoon gedisqualificeerd. Dan heb je 0 punten. Zo, streng hoor. Die vriendin van je. Is nodig. Oké. 3, 2, 1, start. Zo, dat is lang geleden dat ik dit heb gedaan, hè? En is dat nu de tactiek om 1 goede te maken of ga je voor 3 waarbij je op dat eentje het verst gaat? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik weet het. Oh. Ik ben lekker aan het vouwen, jongens. Ik ga weer voor die 10 punten, hoor. Kijk, de eerste is af. Klaar. Boom. Ik heb ze alle 3 gevouwen. 3, 2, 1. Handen van de vliegtuigjes. Huh? Wat heb jij voor vliegtuigjes? Ja, ik heb er niet genoeg tijd aan besteed. Alleen aan 1. Oh, je hebt 1 hele goede en de andere zijn een beetje mooi. Ik heb mijn best geprobeerd, maar het ging niet zo snel. Oh, je hebt wel een vet, hé. Oh, dat belooft wel veel goeds, denk ik, hoor. Voor groen. Jeetje, jij hebt wel schattig, hé. Ja, je hebt een kleintje. Een grote. Mijn kleine duurt een beetje lang. Nee, dat is net als jij. Kleine en grote. Hé. Hey. En dat heb ik ook. Een kleine en grote. Oh. Denk je dat iemand de overkant haalt van de weg? Ik heb geen idee, we gaan het zien. Gelukkig is het niet heel erg als een papieren vliegtuigje op de weg ligt. Als iemand in de brievenbus gooit, heb je 100 punten. Ja. De brievenbus is 100 punten. En in, hè? In. En een duif raken? 12. Lars, die gaat als eerste, mensen. Nou. Oh. Precies in de bosjes. In de bosjes. Dat is ook slim is. Oh mijn god, Mees. Nice. Hij ligt bijna tegen het gebouw aan. Yep. Oh my god. Ik weet niet dat je minder ver kan. Mees, was dat je beste vliegtuig, ja? Nee. Was dat je beste? Nee. Oh, ik dacht dat ze. Maar beste mijn beste was. Gaat het ook niet zo goed doen, hoor. Oh, ik denk dat de mijne echt zo. Ja, echt sick. Ik heb dit op de basisschool gewoon alleen maar gedaan. Hutschrek. Ja. Oh. Op de weg. Hij landde. Op het witte, maar als die boom er niet was, had hij de brievenbus gehaald. Let's go! Ja, doe maar. Ga je uit de fietsen? Oh, was wel iets verder. Ik stoot mijn borst.
Hij stoot dus zijn borst. Was wel iets verder. Zo, maar dat was wel een mooie aanloop ook deze keer. Ik durf te wedden dat deze minder ver gaat. Dan de vorige? Ja. En ik heb gelijk ook nog. Hij ligt bij de buurvrouw. Is hij naar binnen gegaan? Oh mijn god. Volgens mij is hij naar binnen gegaan. Deze heeft er eentje tegen het gebouw aan. Hoe doe je dat? Nou, weet je... Maar die van jou de bel steeds dichterbij. Ja, maar daarom zei ik ook, hij heeft de witte lijnen geraakt. Hebben jullie gezien? Moet ik nu? Ja. Oh, ik heb er nog twee. Hey, ik ga weer smijten, jongen. Komt-ie, ja? Kan die? Ja. Kan die? Oei, hij zit met de punt in het gras. Bij de boom ongeveer daar. Ja, ik kan alleen... Ja. De eerste was het verst. Ja. Mees, heb je nooit vliegtuigjes gevouwen? Ik ben klaar. Deze heeft gewoon voor elkaar gekregen bij de buurvrouw naar binnen te gooien, zowat. Oh mijn god. Oh, oh, oh. Oké, nou, Enzo. Ja, ik heb al gewonnen dus. Ja. Ja, ja. Ga voor de brievenbus. Je gaat toch een PR zetten? Usain Bolt wint ook elke keer. Die zit ook van een PR. Ja. Oké, ik ga nu voor verder dan de witte streep op de weg. Top. Ik moet goed tussen die bomen. Dat is voor mij in de weg. Even wachten op die auto's en die doen iets met aerodynamica. Aerodynamica? Ja, aerodynamica. Die messen mijn aerodynamica. Ik moet even... Oké, na deze. Ja, je kan. Ja, dit staat toch niet. Wacht even op die auto's. Zo! Oei! Oei, oei, oei! Hij ligt net niet. Daar, net voor. Nu rijdt de auto eroverheen. Net niet bij de witte streep. Maar je hebt gewonnen. Oh, ik wandel nog een keer. Zo. Volgende Nicole naar het scorebord. Hey, volgens mij ben ik de enige die nog een beetje blij is. Ja, maar je bent ook de enige die weer 10 punten heeft. Ja. Nou ja, dat was een overduidelijke winnaar. Een hele duidelijke verliezer. Wat? Ik wist het. Oh. Ik dacht dat hij een hele duidelijke verliezer. En een goede middenmoot. Oké. Okay. Nou, de enige die nog een beetje blij is. Hier. We zijn blij, Messi! Yes! Want we gaan verliezen! En dat is ook nog oké. Dat is helemaal niet erg. Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat wou ik zeggen. Precies. Botten met je meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, nu die vliegtuigen rapen. Ga je echt... Oh mijn jongen, ga je vliegtuigen rapen? Lars pest mij omdat ik een beetje boers praat. Jij pest mij met blauw haar, dus dat is mij ook hoor. Ik ga de vliegtuig pakken. Hey, ik dacht dat dit de vliegwedstrijd was en zo spring. Ja. Hallo. Oeh. Ja, dat is gevaarlijk hè? Ja, dat is nog altijd veiliger dan corona. Zijn het geen stiekelbosjes? Stiekelbosjes. Hier ligt die van Mees. Ja, zei het al. Op het gebouw. Stiekelbosjes. Is dat echt Brabant? Stiekelbosjes. Wat, wat? En de rest? Stiekelbosjes. Hier ligt die van Lars. Hey. Dit kan ik springen. Hey, hier ligt ook nog even Mees. Mees, je derde. En dit kan ik springen. Auw! Dit is 1 meter 10, denk ik. Dat vond ik echt heel slecht. Ik kan het met een salvo. Hier ligt hij van mij. Hey Enzo, flipjack! 5, 4, 3, 2, 1! Bam! Ja hoor! Ja, weet je wat de specialiteit is? In mijn vliegtuigje, dat hij ook weer terug kan. Echt? Het is een boomerang. Oh ja. Nope. Terug bij de muur. Dat kan niet. Maar dit ging wel lekker. Ja. Hey, je moet die nog even halen. Nou, benieuwd wat ik bedoel met het schattige ren. Ja, van hem. Dat is een erg schattig huppeltje. Wil je dat even heen en weer, hè? Ja, even. Kijk. Hij heeft echt zo die armen van hem. Zo. Ben ik
weer. Deze sok hoor, pas op. Hoe vaak heb jij dit gedaan dat dit zo soepel ging? Hey, dit is de eerste keer dat ik dit ooit heb gedaan. Doe het niet na. Daar zijn alle papieren in gesteld. Dit is gedaan op professional. Ja. Wij geven de sporters nu even een pauze, drinkpauze. Even, jullie mogen weer even je eigen ding doen en we gaan straks verder. Dankjewel. Heb ik echt nodig. Ik heb hier jarenvoor getraind. Ik heb hiervoor geoefend. De Enzo Olympics, dit is gewoon belangrijk voor mij. Snap ik. Dus ik ben blij dat ik een pauze krijg. Tuurlijk. Echt heel fijn. Ai! Wat zijn we verdomme aan het doen hier dan? Anderhalf meter! Anderhalf meter, jongens! Anderhalve meter! Hast u dat begrepen? Anderhalve meter! En nou wegwezen hier. Boodschap is duidelijk. Neem me even serieus. Anderhalf meter. De pauze is voorbij. Sporters melden. Sporters melden. Zijn jullie klaar voor? De Enzo Olympics gaan weer van de start. Jij bent met eentje. Doe een dekentje weg. Je bent een sporter of niet dan? Hey, Team Blauw is aanwezig. Team Blauw van Team Groen! Team Groen is aanwezig. Rood! Ja, present! Oké, we gaan weer van start. Er ligt hier een balletje. Hey. Hoi. Ik dacht dat jij ging eten. Ik dacht, daar is geen tijd voor. Eten, de koelkast is open namelijk. Dit is gewoon zo'n moment dat ik de koelkast even open doe, gewoon even kijk en dan... Denk, is er nog iets? Er is nog heel veel, maar niet datgene waar jij zin in hebt. Nee, gek is dat. Ja. Maar, we zijn weer terug bij de Enzo Olympics. En, nee, er moet niet met helium, hè? Nee, maar ik ga winnen! Yes, let's go! Meisjes, we gaan. Nee, dat snap toch ook, anders vlieg je toch naar het dak. Naar de maan. Ja, we gaan nu dus even kijken. Ballon. Ballon zit voor jou. We gaan ballonvolleybal doen. En de reden waarom het nu donker is buiten en hier binnen alle lichten aanstaan, is omdat we een grote pauze hebben gehad. We hebben namelijk tussendoor nog even een extra video opgenomen. Een hele speciale extra video die morgen online komt om 5 uur op mijn YouTube kanaal. Het is een extra video, maar het is een super speciale extra video. Waar echt heel lang aan gewerkt is, waar heel veel tijd in zit. Dus vandaar dat we er eventjes een paar uur tussenuit zijn geweest en het nu donker is. Maar we gaan de Enzo Olympics verder voortzetten. Ja, zeker! Oké, nice. De regels. Volgende spel dus. Ballonvolleybal. Ik geef de ballon aan Mees. Hier is het net. Het touwtje is het net. En er moet over het touwtje constant heen gespeeld worden, net als volleybal. Op het moment dat de bal buiten de lijn is, dus buiten... het tapijt is een punt voor Lars. Punten kun je scoren door op het tapijt, door hem op het tapijt te raken. Oké, en je moet met je billen op de grond blijven? Met je billen op de grond blijven, maar je mag wel zeg maar van hier, mag je wel zeg maar zo en dan... Nou, dan blijft schuiven. Ja. Oké. Okay. En we gaan tot de 3 punten. De ballon mag niet 2 keer aangeraakt worden. Hij mag maar 1 keer slaan. En dan moet hij over het net heen. Ik wens jullie deelnemers heel erg veel succes. En mogen de beste winnen. Lars mag beginnen met serveren. Kuppensoepies! Yes! Hoi! Je moet dus echt strategisch slaan, want als hij dus voorbij de mat komt... Oh, dit gaat... Oh! 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 Ja! Hij ging zo... Ja, dat was echt lullig. Ja! Oh! Die was goed. 2-1 voor Mees. Oei! Die is echt zwaar eroverheen. 2-2! Het stond 2-0 voor Mees nu. 2-2! Het is echt best wel intensief, ook al zit je op je billen. Oh! 3-2 voor Mees. Mees heeft gewonnen! En wat betekent dat nu voor de score? Dat Mees nu speelt tegen jou.
Ja. Oké, wie mag er beginnen, Nicole? Mees mag beginnen met serveren. Alsjeblieft, Mees. Dankjewel. Zet hem op. Prettige wedstrijd. Jij hebt al lekker in kunnen spelen, hè? Ja, tuurlijk. Hey. Ja, dat is een puntje voor Mees. Je redt het niet, hè? Nee. Ai, ai, ai. En als je wint, mag je serveren. Heine! Kom op, het hè! Anderhalve meter afstand! Oh, dit wil ik. Oh, hij ging terug. Ja, dat net is vervelend, hè? Jeetje. Hij raakte het net aan. Ja. Oeh. Oh. Yes! Comeback. Let's go. Zo net ook al, hè? 2-0 voor Mees. En nu 2-1. En nu hopelijk 2-2. Ja. Beter, hè? Wow. Oh, joh. Oh. Let's go. Verdomme. Hij redde het niet. Maar hij had het ook wel nodig hoor, deze punten. Ja, deze had hij nodig. Maar nu moeten wij strijden om de tweede plek. Enzo mag beginnen met serveren. Yay! Het is best wel moeilijk dit hoor. Ja, die bol kwam helemaal rond. Hoe kan Mees hier goed daar is ook een ballon, dat is geen bal. Wat is dat? Dat is een puntje voor Enzo! Ja, dat denk je, maar... Ja, je moet dus niet te lang wachten. 2-0 voor Enzo. Oh, je zag gelijk zo toen weer terug. Ja, maar dat is best moeilijk in te schatten hoor. Woe, lekker hoog. Oei, oei. Oei, ja. Oh. Dat was onderdoor. Ja. Wat doe ik? 2-1, nog steeds voor Enzo. En we gaan door. Oh, hier is Scratchy. Je moet geen risico's nemen, want dat is hij. Ja, echt. Oh, 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 oh. Ja! Yes! Jongen, ik snap ook niet wat jullie doen. Je mocht gewoon bewegen. Ja. En jullie zaten allebei stil. Ja. Ik was de hele tijd aan het bewegen. Oh, dat was de truc. Ja, we waren aan het focussen. Nou, weet je wat? Wel lekker gedaan, jongens. Triple high five. Woehoe! Nu win jij en dan... De derde plek is geëindigd. Lars. Nou ja, de tweede plek was al duidelijk. En zo, het wordt een beetje spannend, eindelijk. En Mees heeft voor het eerst 10 punten. Woe! Voor het eerst 10 punten. Yes. Maar ik heb me opgeofferd dat hij niet de eerste is geworden. Oké, en wat gaan we nu doen? Wat staat er? Stoelendans. De stoelendans. Met slaan. De volgende challenge is stoelendans. Stoelendans, zoals iedereen het kent. Er komt straks muziek en iedereen moet om de mat heen een beetje dansen op de muziek. En als de muziek uitgaat, moet je snel gaan zitten op een stoel. En de stoel blijft op dezelfde plek staan. Wel mag je als iemand al bijna gaat zitten en je bent voor iemand nog bij dezelfde stoel, dan mag je ook nog op die stoel zitten. En ik vind ook dat er wel een beetje duwen en trekken aan te pas mag komen. Maar geen bijten, oké? Maar geen bijten. Jammer. Dus, de stoelen blijven op de plek staan. Dus je mag niet stoelen pakken en neerzetten en dan erop gaan zitten. Maar verder denk ik dat we alles een beetje door de vingers zien. Ja. Maar gelukkig is de eerste ronde heel makkelijk, want dan gaat niemand af. Precies. Oké. Ja! Iedereen een punt. Yay! Wow. Het was wel close hoor. Ja, we hadden bijna niet gehaald. Ja, nee. Wat spannend dit. Zo'n stoelendans vind ik echt altijd zo spannend. Ja, klopt. Want je zit echt eigenlijk... Eigenlijk ben je aan het dansen, maar je wil helemaal niet dansen. Want je wil gefocust blijven. Ja, klopt. Oké. Kan die weer? Ja, ik draai hem weer om. Gaat ie. Ja! Ik zit er ook op. Ja, jij zit er meer op. En ze zat er ook eerder op. Ik ben nu jury, want deze jury zit met de rug er naartoe. Ja, maar kijk hoe erg ik erop zit. Ja, maar ik ga er niet als eerste erop zitten. Waarom heb je dan niet geduwd, Mees?
had toch omdat ik niet duw. Als iemand erop zit, mag ik toch niet meer duwen. Ah, het is gewoon gekut, joh, boeien. Oké. Yes. Let's go. Let's go. Let's go. Yes, en Lars. Toch betekent dit wel wat puntjes voor mij. Maar ook voor Lars. Maar ook voor Mees. Mees heeft ook puntjes. Na een eervolle overwinning is Mees dit keer de laatste geëindigd. En zo gaat toch minder. En Lars heeft eindelijk 10 punten. Lars heeft 10 punten voor de eerste keer in de Olympics geschiedenis. De Enzo Olympics. Houd het vast nu, hè. Maar dit is gewoon, jij bent gewoon... Meneer Stoelendanser 20 van de Enzo Olympics, hè? Hé, dat is een goede naam, hè? Ja, Enzo heeft die andere, hoor, dus dat maakt niet uit. En ik 6 andere, maar helemaal top, Lars. Goed. Oké, wat nu? Oké, nu. Opdrukken. Met de armen. Woep, woep. Die kunst. Sorry, Lars, ik weet dat deze niet jouw favoriet. Sorry. Oké, de bedoeling is, jullie gaan met z'n drieën tegelijk hier op het tapijt staan. En het is gewoon ons de beurt opdrukken. Gewoon 1, 2, 3, 4. En dan wie het niet meer kan, die moet stoppen. En ik zal proberen een goede voor te doen, maar ik kan niet zo goed opdrukken. Oké. Ik denk dat ik niet eens één keer kan, maar jullie kunnen dat sowieso. Okay. Met de borst op de grond. Ja, ben je helemaal gek. Zo. En dat al een hele tijd. Dus de borst moet de grond raken. Ja. Wie moet er straks beginnen met opdrukken? Hij zit zo mooi voor me. Hij buigt voor me. Jij mag beginnen. 3, 2, 1, staan. Hé, je mag ik stop. Ik krijg echt pijn aan mijn arm zo. Ja, mijn elleboog die uit de kom is geweest. Ja. Daarom kan ik dit niet. Blessures. Mees, langer wachten. Gaat er nog? Ja. Laat het niet terug, Mees. Maak het los. Ah. Zo, stille kinder, weet je Mees. Sick hoor. Sick hoor, beide echt zo lang. Ik weet geen eens hoeveel we hadden. Nee, ik ook niet. Ik heb niet geteld. Ik vind dat niet bij jou. Ik was echt van, waar gaat ze dan door? Laat het achter in de reacties. Hoeveel Mees en ik hebben gedaan. Gaan we weer naar het scorebord? Ja. Nou, op de laatste plaats is geëindigd Lars. Maar dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want Lars heeft een blessure aan zijn arm. Oei. Dus, weet je, is nog steeds goed. Ja. En zo gaat nog steeds slecht. 6 punten. En Mees, weer 10. Lekker bezig, man. Lekker bezig, ja, man. Team Groen, hè? Ik bedoel... Neem eerst even wat te drinken anders nu. Team Groen, hè? Yeah. Oei, oei, oei. Ja, dit gaat lekker. Even wat drinken. Dat is lekkere limonade. Zijn jullie klaar? Mees kon erbij, Lars kon erbij. Niet klaar. Dit is toch wel spannend, hoor. Dit is toch wel echt spannend, dames en heren. Ja, en de Olympics. Kijk deze drie strijders nou eventjes. We moeten nog, als ik het goed heb, 2 onderdelen. Klopt dat, dames? Klopt, klopt. We zijn nu aangekomen bij de 1-na laatste game. En ik denk dat het iets te maken heeft met wat tussen de benen van die goal zit. Een paard. Nou, is die niet heel mooi geknutseld door Nicole? Ja. Ja, dit is net de echte, joh. Spank that ass. Wij moeten wel. Ik ben heel erg benieuwd wat we moeten doen. Dit is in ieder geval iets met een knol. Hè? Mensen, iets met een knol. En iets groens. Team Groen. En ben ik nog over. Ja. Je haar is tenminste wel een beetje groen. Ik heb PK. Oh, Padawansie komt erbij hoor, mensen.
Bij een paardenrace wordt natuurlijk wel echt goede outfit dan ook. Maar dan gaat dus een paard op een paard. Ja. Ja, dat heb je goed. En dan en ze gewoon erin, hè? Dus een knol in een paardenpak op een paard. Zo, ik ben helemaal de weg kwijt. Mag jij deze alvast aandoen? Ja. Dan gaat hij nu als eerste in zweten. Ja, inderdaad. Ik ga me helemaal kapot zweten in het pak en dan geef ik hem door aan jullie. Een officieel onderdeel van de Olympische Spelen is dressuur. Oh. En waar draait het om bij dressuur? Om stijl. Om stijl. En om de hindernissen op een mooie, elegante, soepele, manier. Elegante manier te... Nou, eigenlijk heeft dressuur geen hindernissen, maar bij ons wel. Oh ja, dressuur is niet... Bij ons wel. Hoe heet het andere dan? Ja, gewoon springen. Maar springen gaat niet om mooi, maar bij ons wel. Springen bij ons gaat ook wel bij mooi. Bij een combinatie. Het gevoel dat het niet helemaal goed gaat zoals het plan. Huh? Gaat springen? Ik, ja, ik ben geen... Zullen wij even ons momentje nemen? Het is dus de paardensport, alles in één. Dressuur en sprong. We hebben hier een lage sprong. Zien jullie dat hier? De lage sprong. Daarna de hoge sprong. Die twee sprongen moeten zo mooi mogelijk uitgevoerd worden met het paard. Tussen je benen. En de jury bepaalt, want paardrijden is een jurysport. Ja. Ik ga mijn best doen. Wij gaan ons best doen, hè? Dus, ja? Wij geven cijfers. Dit komt aan op skill. Luister naar mij. Dit komt aan op skill. Op pure skill, oké? Okay? Je kan dit. Let's go. Mag ik niet twee keer de laag doen? Nee. Ja? Jongen, ik wil gewoon twee. Wij willen twee keer de laag, hè? Ja. Mag niet. Hoe wil de hoog doen? Ja, mooie nette sprong. Denk als een paard, hè? Wauw! 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 Jeetje! Wauw! Hey, Julie, dan ben jij partij, hè? Ik klap voor iedereen! Het moet een beetje publiek zijn hier. Oké, de volgende is Mees. We geven de punten pas aan het einde, want anders kan iemand stelen van de handen. Ik hoop wel dat jullie weten hoe een echt paard springt. Ja, ik denk ik. Oké. Veel te warm. Man, paard zijn is niet makkelijk hoor, mensen. Niet? Zwaar sport dit. Respect naar alle paarden, mensen. Ready? Ik heb een echt mannetjespaard. Hoe noem je een mannetjespaard? Huh? Hoe noem je een mannetjespaard? Arnold. Hé hey Arnold! Je bent zwart! Hè? Hey. Mag ik? Ja. Oké. Interessant. Lekker Arnold! Oké. Min punten. Ja, er zit een gat in het paard. En dat deed hij ook! Nee, joh. Maar jij stopt die paardjes 5 keer. Nee, kom hier met het paard. Rustig aan met het paard. Huh? Nou, dan geef ik de staf over aan Lange Lars. Ik vind dat jullie een zeer belangrijk punt zijn vergeten. Nou? Het paard heeft nog helemaal niks te drinken gehad. Als je hem kapot maakt, hè, je zit leeg. Nou, geef dat paard te drinken. Hij heeft hem echt nat gemaakt. Dus ja, de paard moet toch drinken? Jongen, even zijn snuitje drogen. Je snapt dat ik het gewoon uit de hand heb moeten tekenen. Je zit gewoon ik zorg voor het. Wat heb je hier getekend? Dat vind ik echt zonde dit. Ik vermin punten. Weet je wat een paard nou echt nodig heeft? Hey, gewoon even lekker voedsel. Dat heeft het paard. Nee, niet aanraken. Ik geef hem even. Het is nu mijn paard. Nee, kom maar. Niet eten van vreemdelingen. Niet eten van vreemdelingen. Oh, zijn broek gaat uit. Ja, wat gaat hij doen, joh? Zo min mogelijk gewicht. Aerodynamica. Oh ja, je had mijn woord maar.
Je had mijn woordkeuze maar, mijn aerodynamica. Jij noemde het aro. Hè? Aro. Jongen, mijn mondharmonica. Zo'n lomp, lang gespierd paard. Hij is een beetje net een ezel. Ik sla de paardlijn even over, of krijg je daar punten van. Rustig. Hey, kom op. Dank jullie wel. Nou, ik ben heel erg benieuwd. A few moments later. We beginnen bij Enzo, die was als eerst. Enzo, wat had jij een goede inleving. Echt een goede imitatie ook. Alleen, de laatste hindernis had je geraakt en de eerste sprong was niet netjes. Jouw score is een 7. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik heb zo mijn best gedaan. Gewoon een... Dit is niet normaal. Ik heb me helemaal ingeleefd. Ik kreeg een 7. Ik vind het echt koud slecht. Ik vind eigenlijk wel een beetje gek, want jij was de ruiter en niet het paard. Ja, de ruiter maakt vaak niet zoveel geluid, maar het kan. Ik was in een paardenpak en ik ben een knol. Oké? Jongen. Even een beetje respect voor wat ik hier allemaal doe, hè. Ja, je hebt me echt op mijn hart getrapt. Maar ik vond het wel, ik vond het een goede imitatie. Oh, echt als knabbel, hoor. Jij was echt een stevige knop. Ja. Oké. Nou, de volgende. Mees, jouw beoordeling. Oké. Wat had jij een creatieve eindsprong. Echt een prachtige draai. Echter, de eerste sprong was best raar. En je wist niet eens dat een mannetjespaard een hengst deed. En die dierenmishandeling heeft echt voor aftrekpunten gezorgd. Ook een 7. De logica. Die eerste was echt een paardensprong, want die gaan zo. Nee, zo doet een paard. Een paard gaat zo. Heb je ooit... gaat zo. Die springt er toch met 2 poten voor, 2 poten achter. Ja, maar jij hebt nog maar jij neemt met je achterpoten zo. Ja, dat is toch een paard. Toch? Nou, we hebben allebei 7. Ik denk dat wij fucked up zijn. Ja, nou. Oké, okay. Nou, dan komt de winnaar. Lars, wat een goede verzorging had jij van je paard. We zijn erg blij dat jij als enige een eindgoed hebt gedaan. Echter werd wel de lat geraakt en heb je ook geen paardengeluiden gemaakt. Maar desondanks heb jij toch gewonnen met een 9 dankzij de mooie... Een 9? Ja, wat? Wat? Daar zijn wij het niet mee. Wat? Nee, de kat. Mooi, joh. Mooi, joh, gek. Omdat jij gewoon zo weinig punten hebt in de Enzo Olympics... Word jij nu gewoon gematst met 10. Maar ja. Laat zijn eerste... Elegante sprong eens terugzien, die was netjes. Dat is eigenlijk, was dat het team was. Maar, bij paard springen, als je een lat aanraakt, krijg je superveel strafpunten. Ja, wat deed jij? Ik heb niks aangeraakt. Volgens mij wel. Maar jij mishandelt je paard, dus wat? Hij heeft hem ook geslagen en hij heeft evenveel maar punten als ik. Maar ik heb niet gezien en ik ben het jurylid, dus... Nee. Hij heeft won, zo, I'm going. Maar... 2-7's betekent dat we dat nog even... Nee, dat deden we niet meer. En ben jij het jullie of ik? We deden toch even veel punten Moeten wij zich eens opnieuw doen? Jullie moeten nog Nee. Helemaal in dat pak en nee, alles. Ja, dan neem ik wel 3 punten. Dan neem ik ook wel 3 punten. Nou, allebei 3 punten, dat is makkelijk. Ja joh, ik ga dat niet helemaal weer doen joh. Wat een gedoe man. We doen wat een gedoe man. 1,5 meter. We doen opnieuw. Jullie hebben jaren getraind voor dit. Nee, wij gaan dit niet opnieuw doen. Nee. We zijn het hier mee. Ja, laat maar zitten. Nee, we doen het gewoon niet meer. Je watjes. Eén keer verliezen, gelijk zo gedragen. Nee. Ik heb fucking 6 rondes verloren en ik ben er ook nog steeds. Dit gaat niet om verliezen. Even kijken wie de minste punten heeft. Zonder pak, nog een keer. 3, 2, 1 en zoals nee, eerst. Go. Nee, we doen het. En zo. Ah, verdomme man. Gegroet mensen, gegroet. Dank voor het komen. Ik ga nu beginnen. Ik ga even zijn haren borstelen. Hier, wil je een nootje? Even het schilletje eraf halen. Eventje voor jou. Kijk, speciaal voor jou. Ga ik even jong leren. Kijk, even voor vermaak. Ja, heel goed. Heel goed. Daar krijg jij concentratie van. De jury wacht. Oké.
Heeft het haar weer ver, netjes, haar zit netjes. Staart goed naar achteren, yes. Staart niet tussen de beentjes, staart net. Mees, ja, zo. Hoe heet een mannetje paard? Een hengst. Al goed zo. Maar ik mocht hem zelf een naam verzinnen. En dit is Arnold. Arnold de hengst. Arnold de zwarte hengst. Waar zie je zwart? Hier. Dat is innerlijk. Nu is het Arnoldinje, de vrouwelijke hengst. Blijf niet verpest. Nee, de vrouwelijke elegante vorm van de hengst. Met de dubbelsprong. Lekker bezig. Hypot. Oei. Nou, ik denk dat we eruit zijn, hè? Ja, zeg maar. Ja, dit was echt zo spannend. Echt, de sprongen waren nog beter dan de eerste ronde. Lars, bijna nog beter dan jij. Maar jij hebt al je punten binnen. Alleen, er zat één klein verschil in. En dat begin zat hem toch echt in de begingroet. Dus Enzo, jij hebt gewonnen. Je bent tweede. Jee, kunnen we naar de volgende? Wat sukkel. Hey, bedankt, bedankt. Oké, okay, gefeliciteerd met je winst alvast. Top. Ik heb sowieso al de laatste plek. Oké. Okay. We gaan naar het scorebord. Yay. Nou, doe even een beetje enthousiast, hoor. Ja. Nee, hoor. Je hebt alsnog gewoon 6 punten. Ja, ik heb 6 punten. Alleen, nee, zeg jij nou, zeg maar. Wij hoe weinig punten ik heb. Oké. Spannend. Wat gaan we nu doen, Nicole? Ja, maar dit is echt mijn favoriet. Deze is echt leuk. Als je deze niet leuk vindt, dan mag je naar bed. Nou, ik vond dat paarden ook wel leuk, maar ik ben gewoon niet mee eens. Ja, maar dat is jury sport, hè? Dat is waar. Ja, ik hou niet van jury sport. Maar deze ga je echt leuk vinden. Oké, okay, we gaan sokken worstelen. Ik ben heel erg benieuwd. Oh. Ik heb hier 3 paar schone sokken. Dat wordt er ook meteen bij verteld. Ja, schone sokken. Schone sokken. Dat is nodig namelijk. Team blauw, hier zijn je blauwe sokken. Team groen, hier zijn je groene sokken. Team rood. Dankjewel. Deze sokken mogen jullie aandoen. En het kleed is weer het speelveld. De bedoeling is om beide sokken van de tegenstander uit te krijgen door met elkaar te worstelen. Serieus? Ik zei het, dit is mijn favorietje. We moeten elkaar sokken serieus uitzien te krijgen. Yep. Alle twee zelfs. Allebei. We hebben niet een tijd. Hebben jullie wel eens over nagedacht? Ja, dat hebben we al lang wel uitgevoerd. Hebben jullie dit samen al gedaan? Ja. Helemaal. Dit is toch onmogelijk? Nee, maar ik vind het echt heel goed. Ik had gewonnen. Hebben jullie het serieus gedaan? Ja. Nee, echt niet. Ja? Echt? Ja. Ik heb alvast een wapen. Nee, echt niet. Ik heb het gedaan. Lars, we zitten. 3, 2. Wacht even! Laat me even beseffen wat we jullie gaan doen. Jongens. Lars, kijk hoe fucking groot je bent. Nou, ik kan gewoon op gaan liggen, want het is moeilijk. We gaan worstelen om sokken. Ik besef het nu pas. Kunnen we het niet gewoon met z'n drieën doen? Misschien niet tegelijkertijd, laat ik het beter. Ja, doe dat wel. Ja, zij gaan met z'n tweeën om mij. Ze zitten al af te spreken. Ja. Met z'n tweeën om. Tuurlijk niet, dat zouden we nooit doen. Zijn jullie klaar voor? Ja, wij zijn er klaar voor. 3, 2, 1. Ja, ga maar! Ik had hem bijna.
Hey. Team Rood probeert bij Team Groen. Oh nee, toch Team Blauw! Hij zit op zijn stok. Ah. Oh, yes. Yes. Ik pak hem mee. Ik vind het wel veel op mensen hoor. Ja, is goed. Is goed. Team Blauw is uitgeschakeld. Oei, wie gaat er winnen? Team Rood of Team Groen? Nee. Geef elkaar allemaal even de hand. Het zit allemaal nog goed, toch? Ah! Wow! Yes! Hello! Hello! Gefeliciteerd. Winnaar van Oost Enzo Olympics. Lekker. Ja, dat is hem. Dit is hem. Mees. We zijn toch op de 1 team 1 taak. Goed. Goed, ben je klaar om naar het scorebord te gaan? Zijn jullie klaar om naar het scorebord te gaan? Ik ben benieuwd of die twee van jou is. Eerst klein disclaimer, als je dit thuis doet, spreek wel regels af, want anders gaat je broertje of zusje huilen. Sowieso. Nou. Ik moest ook bijna huilen. Dat dacht ik al. Helaas was Lars weer als eerste uitgeschakeld. Toen Mees en toen Enzo. En nu gaan we rekenen. A few moments later. Oké, de einduitslag. Ik heb hem hier. Tussen plek 2 en 3 was het verschil maar liefst 3 punten. Oh. De derde plek is geëindigd met 59 punten. Mees van Dam! Wow. En dat betekent dat ik een waardevolle tweede plek heb! Oh, ik krijg niet eens mijn shine. Aan wie wil je deze medaille toekennen? Ik wil je allemaal bedanken. Ik wil deze medaille toekennen. Ik wil mijn moeder bedanken. Dat ze me zonder deze haar stond mooie je niet. Wereld heeft gezet. En je trainer. Ik wil mijn doorzettingsvermogen bedanken. Dat ik toch met opdrukken van Enzo heb begonnen. Yes, dank je. Ah. Ja, applaus voor yes. Waardevol. Ja, deze medaille staat voor heel veel in mijn leven. Er is heel veel gebeurd. Maar in deze medaille geeft het allemaal een mooie stempel. Ik wil graag Mootje bedanken! Mootje! En dan gaan we nu door. Maar niet je paard. Of mij. Dit is mijn speech. Oké. Woe! Op de eerste plaats is geëindigd. Oppergod. Tromgeroffel. Met wel 87 punten. 87? Enzo! Wow! Winnaar van de Enzo Olympics 2020. De eerste, hè? Je hebt gewoon de eerste overwinning in je bezit. Mag ik hem opspellen? Ja. Ja? Ik wil graag het moment zo ver hebben. Zit hij er al doorheen? Nee. Lukt het? Ja, hij zit. Mijn armen worden zwaar.
Oh, hij blijft. Oh, bijna. Ja, pak je moment. Dames en heren, shout-out naar al mijn strijders. Naar al mijn dreddies. Naar alle mensen. We zijn allemaal één tijdens deze gekke rare tijden. En zo probeer ik elke dag één vlog online te zetten. Ook al hoef je maar één keer te lachen. Dat is al meer dan voldoende. Bedankt allemaal voor het kijken naar de Enzo Olympics. De allereerste keer. En ik doe eer aan de naam vandaag van deze Enzo Olympics. En ik hoop dat ik dat voort mag zetten. Maar dat hangt van jullie af. Bij meer dan 50.000 likes gaan wij Enzo Olympics deel 2 organiseren. Dus je weet wat je moet doen als je dat door wil laten gaan. Moet ik ook even Nicole en Myron aankijken? Ja, je bedenkt het nu, maar wij moeten het weer maken. Is goed. Dus vandaar. Eigenlijk zijn de 50.000 duimpjes omhoog als die er komen voor Myron en Nicole. Want die hebben dit allemaal in elkaar geflanst. En de Olympische ringen gemaakt, de spellen bedacht, de prachtige medailles gemaakt. Dus echt even een staande ovatie en een applaus voor Myron en Nicole. Dank. En dan willen wij de 3 kandidaten jullie allemaal bedanken. En we zien jullie strijders bij hopelijk de volgende Enzo Olympics. Later. Dit is voor jou. Dit is voor mijn trainers. Love jullie allemaal. Bye bye. Ik leg deze hier naast mijn bed neer. Kijk eens eventjes. Hiermee ga ik slapen. Tenminste in dezelfde kamer. Want de Enzo Olympics, dames en heren, oh wat ben ik blij. Ik ben ook serieus gesloopt. Ik zweet me helemaal kapot van het worstelen. Dus wat ik ga doen is lekker douchen en slapen. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik heb ontzettend genoten. Ik zie jullie morgen heel graag bij een nieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power!